Wil ik en dan meen ik echt, wil ik alle DJ's, wacht even, zijn ze er allemaal? Oké, even jullie aandacht voor van horen. Eerst en vooral wil ik alle DJ's die meegedaan hebben. Ja, en als dat mag van jullie, een groot applaus alstublieft voor de DJ's. Oké. Eerst gaan we. En die drie namen zitten in de grote finale. Eerste naam is geworden. Het was voor ons vandaag heel moeilijk om te zeggen echt waar we mee zijn, want ze zitten er echt goed tussen, maar ja, we mogen er maar drie kiezen. Tweede DJ die naar de grote finale gaat. En de laatste DJ die doorgaat naar de grote finale is geworden DJ Luana. Oké. Er zitten fantastische DJ's tussen. Een groot applaus voor de andere DJ's. Alsjeblieft. De verliezende winnaars. Oké. Ja, DJ Gregory, gaan we die staan, DJ Luana, gaan we die staan, DJ Nus, gaan we die staan, als we nog iets op wat plek hebben. DJ Yves, dankjewel, DJ Dimitri, dankjewel.
DJ Kevin, dankjewel. DJ Harry, dankjewel. DJ Yuri. DJ Björn, dankjewel voor het komen. We hopen jullie nogmaals te zien. Oké. Heel belangrijk. De winnaar van vandaag mag iedere maand bij ons samen in Disco Vasco draaien. In Cream. En mag met ons samen ook in La Roca draaien. In Backstage. Wij hebben gekeken, ik ga eerlijk zeggen, wij hebben gekeken naar de stijl die men draait. En wij hebben ook gekeken een beetje naar de persoon zichzelf. Want wij gaan moeten samenwerken met die persoon. En als een beetje een moeilijke mens is, ja, dat komt dan niet in orde. Oké. De winnaar, ik zal de winnaar laten afroepen door DJ Samir. Die gaat zeggen, we hebben dat samen gesproken met DJ Emil, DJ Samir. Nu is een klein beetje, maar die was weg. Dus, DJ Samir, want er zijn mensen die door moeten, weet ik veel. Jij weet wie dat er gewonnen heeft. Thank you.